En de econoom Guillermo Samson zegt dat wij overgestapt zijn van een productie-economie naar één waarin alleen maar geleend wordt. Hij zei dit dinsdag bij een lezing van de Kenniskring over de financiële perikelen in ons land. De Kenniskring gaat op de eerste dinsdag van de maand met gastsprekers in discussie over recente maatschappelijke ontwikkelingen. Er is bij de afgelopen editie van het evenement gesproken over de financiële situatie van de gezondheidssector, het onderwijs en de economie. Samson benadrukte dat er momenteel alleen maar wordt geleend en nauwelijks wordt geproduceerd. Hij is van mening dat onze economie in grote problemen zit. Waarmee wij op dit moment economisch te maken hebben, kanker. Maar ik weet nog niet als het fataal is. Dat is de grote vraag. Het is weer terminaal. Het is terminaal of niet? Dat laat ik aan de mensen in de medische om even namelijk te kijken. Overigens, een econoom is ook een medische man, want die werkt ook natuurlijk met kengetallen om aan te geven. Als ik bijvoorbeeld naar Hindori heb geluisterd, dan gaat Hindori vooral over de liquiditeit. Korte termijn, moet wat gebeuren. Zijn we in staat, ben ik in staat op korte termijn, binnen een jaar, ben ik dat zelf ultra korte termijn, mijn verplichtingen aan mijn verplichtingen te voldoen. Dat moet je zo voorstellen. Een liquiditeitsprobleem hoeft niet altijd een groot probleem te zijn. Ik noem het zo bij een stoplicht nog groen. Want morgen komt er plotseling een bedrag binnen. Wellicht dat die grote heren daar waarmee u heeft gesproken een toverformule hebben. Met gezond geld, dan wel gedevalueerd geld via monetaire financiering. Dat kan, I don't know. Economen die het beter weten in dit land, die zeggen het is niet waar. Maar we weten wel waar, er komt geen devaluatie. En 2 dagen later hadden we devaluatie. Samson geeft ook aan dat wij in januari 2018 uit kunnen kijken naar een negatieve rating van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody. Hierdoor zullen landen niet meer willen lenen aan Suriname, legt Samson uit. Het komt een zure sap, maar niet onder deze mensen. Forget it. U gaat waarschijnlijk, want ik zie ze echt niet weggaan, u gaat waarschijnlijk nog zeker 2,5 jaar in deze ellende moeten leven. Ja, want alles wat wordt gezegd, de tering bij de nering, u mag het geloven, ja, maar ik ben allang een ongelovige Thomas geworden. Van bepaalde mensen geloof ik niet. Trouwens, ik wil u één ding zeggen, waarover ik hier praat, ik praat over monetaire zaken. En monetaire zaken betreft, regardeert geld. Geld berust op fiducie, vertrouwen. En zolang één man het voor het zeggen heeft, eerst bij de centrale bank, nu bij financiën, mag je je hoop namelijk in je schuur opsluiten tot nader orde. De econoom Guillermo Samson die zegt dat wij zijn overgestapt van een productie-economie naar een leen-economie. Hij sprak dinsdagavond bij de lezing van de Kenniskring over de financiële perikelen in ons land.